Banken en ondernemingen weigeren gevlekte valutabiljetten te accepteren. Hierop wees VHP-parlementariër Harriet Ramdien afgelopen donderdag in DNA. Hierdoor kunnen ondernemers hun geld niet storten bij de bank en kunnen toeristen geen betalingen doen met de gevlekte biljetten. De volksvertegenwoordiger vindt dit niet kunnen en vraagt de regering hierop in te spelen. En dit zorgt dat ondernemers heel veel stagnatie ondergaan, terwijl diezelfde dollars, wanneer je ermee naar buiten gaat, dat het wel in andere landen gewoon accepteerd wordt. Maar hier in Suriname, de banken weigeren het. Er heeft ook een situatie voorgedaan waar ik bij laat me het hotel niet noemen. We waren daar aan het ontbijten en er waren toeristen daar. En na het ontbijt probeerde de toerist met dollars te betalen. Maar omdat het een klein vlekje had, weigerde het personeel te nemen door aan te geven dat de bank het niet gaat accepteren. Dus je ziet zelfs onze toeristen worden dan daarmee een beetje belemmerd. Dus laten we gaan kijken wat kan er gebeuren dat de banken alsnog accepteren. Waarom gebeurt het niet? Ik wil graag toch van de regering hierop antwoord hebben, omdat de ondernemers heel veel last hiervan ondervinden. Haar collega van de oppositie, Annie Sadi, wees op de frustratie van klanten bij banken. Sadi geeft aan dat klanten steeds geconfronteerd worden met kosten bij het storten en opnemen van geld. Natuurlijk begrijpen we wel dat de bank kosten moet maken om hun bedrijf draaiend te houden. Maar zeker op het punt spaarrekeningen van mensen, voor zover de informatie mij bereikt, op een spaarrekening betaal je niet. Natuurlijk boven een bepaald bedrag. Maar de meeste Surinamers die hier kleine spaarrekening hebben bij de bank. Op een gegeven moment moeten ze hun dingen opzeggen. Want kosten die ze daarvoor moeten betalen op een spaarrekening. En ik denk dat op een spaarrekening de bank daar het geld gebruikt om mee te werken. Ramdien en Sadi spraken afgelopen donderdag op de openbare vergadering in de Nationale Assemblée.